En zoals u kunt zien verplaatsen we ons naar een willekeurige kapsalon hier in het Moesland. Nee, ik ga echt geen namen noemen, want we hebben er genoeg kapsalons hier in het Moesland. En ja, als dit klaargemaakt is, dan betekent het dat er twee het podium opkomen. Twee heren of dames, wat zullen het zijn? Ze doen al jaren samen mee en daar zijn we heel blij mee. Hier zijn Drika en Marie. Woo!
kijken. Oh ja. Mail en omstreek lees ik nooit. Maar weg. Waar zie je het door? De schutsboom komt weer op tv. Zou het nou niet dik worden dat die Kees de Lauw ook zijn horens wil knippen? Het is toch grote schaamte, schoik, dat je zo op televisie komt met die verrekte lange pijnheur. Oude mensen, hè, die verschieten van hem. Nee, die verschieten niet van Kees, maar wat hij allemaal maakt met die oude kneut. Schuifbladjes kijken. Kom, pak hier lees een schuifbladje. Nieuwe prins van het Moesland. Frank de Vent. Ken jij die nee, prins? Ik heb hem nog nooit gezien. Maar ik hoorde pas wel iets over hem. Wat? Nou, je had een kinderfeestje van mijn dochter. En hij had mooi in de spulkamer een door een roosje videoband opgezet. Oh, leuk. Maar toen ik het dan was, en dat wist hij niet, stond er een pannenfilm achter. Look at
grote schaand. Hoor maar wie ze stemmen vroeger. Ja. En nou moeten we vertonen op de Vispersellaat. Dan kunnen we mooi met Willy van Es mee fietsen. Want die werkt toch... Die is door aanwezig op het gemeentehuis. Ach, Willy, Willy. Het is toch zund, hè? Dat jeugdje, dat kon vroeger toch zo goed leren, hè? Als ik hoor wat deze twee nog weten van vroeger. Dank je. Als ik hoor wat deze twee nog weten van vroeger, dan moeten ze toch ouder zijn dan als ze eruit zien. Waarom hebben ze een grote ketting? Ja, de criminaliteit is hoog. En de wijers? Ja, er wordt ook geschoten. Jo. Het is toch wel erg daar, hè? No. Het weer goeilijk uw best gedaan, Steven. Ja, dank je. Maar de volgende keer wel een borsthaar afscheren, want het kwam er boven uit. Oh, dat is goed. Wat was die, jongen? Nee, echt niet. Ze staan al 9 jaar lang samen op het podium, maar vorig jaar hebben we er eentje onderscheiden van de twee.
En dit jaar wil ik toch heel graag even iemand naar voren hebben. Heel graag hier op het podium, onze voorzitter Theo Potjes. Goedenavond, Moesakken, Moesakkinnen. Ja, we horen het. 11 kerren hier staan, het is iets geweldigs. Willy, alweer een mijlpaal in de Moeslandse carrière. De zoveelste, denk ik ongeveer. Wow. Het lukt ook elke keer weer, al 9 jaar met uw vaste moot. Maar weet jij trouwens nog, van vroeger, ook dat nog. De Dokters van de Lach, Hang Jeugd in het Hertenkamp, Rastelli, All You Need Is Spijt, de Toiletdames, de Poters, de Glazenwassers, het Wipperetteke en vorig jaar nog hier de voetbaltrainer en de coach. Dus ze hebben nogal wat neergezet. Samen schrijven ze ook een heel hoop teksten. Zet ze het een en ander op papier. Maar stevast, schrijft ook jullie Corrie weer een heel hoop eraf. En laat de werp niet beginnen. Mag je nooit niks zeggen, man, Scott? Maar elke keer... elke keer toch weer iets ludieks. En meestal doen jullie ook nog iets in de pauze of bij binnenkomst. Dat is ook vandaag. Geweldig, dus nog een extra optreden. Nou, Henk Frans die had de traditie om een limerick te maken. Dus ik ben ook maar eens aan de slag gegaan. Ik zal het eens proberen. Doe je best, manneke. Dat lukt niet. Hij rekt en wijn. Willy, daar stond het dan, in de kijker hier. En dat alweer voor de 11e keer. Samen met Stefanne was het de 9e keer. Ik zou zeggen, kom volgend jaar gewoon weer. Want je zorgt altijd weer voor een mooi stukje vertier. Je bent altijd in touw. Doet overal om mee. Heel duk met teksten op het scherpst van de snee. Een rasartiest, zag je hier stot. Daar ook nog met verschillende stemmetjes prot. Je doet van alles en zegt nooit geen nee. Je zult nooit het echte platte schooik spraten. Maar het Moesland heeft al lang in de armen gesloten. En dan, en al komde dan niet van hier, maar ergens van ginds, geblijft en bent voor ons een geweldige mens. En dan wou ik het beloten. En uiteraard, Willy die krijgt een videoband met erop alle 11 opnames van zijn optredens op, op de Moeslandse pronkzitting. En de 11 kerrenspeld. En hij krijgt dus de 11 kerrenspeld. Nee, hij klopt niet! Hij wil hem in mijn borst steken! Uiteraard dus speelt 11 kerens. Theo, even zo gaan staan dat de fotograaf foto's kan maken ervan. Is toch belangrijk. Gefeliciteerd, je hebt het verdiend en uiteraard bedankt voor jullie fijne act. Willy van Es en Stefan van Ras.